Je kan zien dat ik zin heb om op vakantie te gaan. Want ik heb mijn strandshirt aangetrokken. En daarnaast heb ik besloten om veel te gaan vloggen. En dat doe ik dan niet omdat ik anders geen video's heb. Dat laat ik zo zien, maar dat doe ik omdat ik het gewoon echt heel leuk vind om te doen. Op dit moment is het woensdag. Ik ga straks naar Eindhoven, maar eerst maak ik knakworsten voor mezelf. Koken met Roelie Throwback. Mijn kamer is echt een fucking chaos. Ik ben mijn tas aan het pakken. Alles is een rotzooi. Moet ik allemaal nog opruimen. Het is echt super kut als je dan op vakantie gaat en je komt terug en je kamer is smerig. Dus dat moet ik nog gaan doen. Voor de rest ben ik echt de afgelopen dagen druk bezig geweest met vooruitwerken. Het is niet helemaal gelukt. Kijk je achter de schermen van FC Roelie. Miljoenenjacht, FIFA Quartet, EK Cup en FIFA Quartet heb ik afgekregen. Ik wilde nog een Poker FIFA en een Miljoenenjacht opnemen, maar dat is helaas niet gelukt. En dat is niet zozeer vanwege het feit dat ik lui ben geweest. Ik ben echt gewoon vrij verkouden geweest, dus ik kon niks opnemen. Maar dat zorgde er wel voor dat alles wat ik al had opgenomen, dat ik dat kon gaan editen. En nu is het voor mij eerst belangrijk dat ik mijn knakworstjes niet vergeet. En dat ik alles ga pakken, want ik moet zo weg. Volgens mij heb ik alles nu. Is ook de eerste keer dat je aan mijn video's komt. Mooi kapseltje. Daai. Moet je kijken naar zijn kapsel. Ik heb wel even in de kut. Kijk, in Eindhoven hebben we ook een monument voor Job gemaakt. Strijks. Allemaal strijks. Is dat grappig? Nee, nu zijn we niet grappig. Het leeg was echt... Hey. Dank. Hey, zie dat? Oh nee, dat zit geen aan! Dat kan je niet zien! Laat even in de comments achter wat jullie van Koense kapsel vinden. Wij vinden het heel mooi. Wij vinden het heel mooi. Het hoort daar, iemand met een brankaar. Maar kijk, dit is echt. Dit vind ik heel respectloos. Ik vind het erg respectloos tegenover de aanslag in Brussel. Nee, maar iedereen begrijpt dat ik dit niet zo bedoel. Maar het straatje loopt gewoon. Loopt daar een ambulance? Loopt iemand een ambulance met zijn brankaar? Loopt iemand met zo'n brancard een ambulance uit, gaat Rob vervolgens met ramen open schreeuwen, oh dit loopt dood. Ja, maar het liep ook gewoon dood. Het liep echt dood. Respectloos. Ja, maar hou je bek nou. Als je dit respectloos. Ik vind het echt, dit vind ik echt dom van je. Je wil me nu gewoon, dit is een complottheorie. Je wil me uitschakelen, je wilt iedereen me haat. Terwijl dat je goed begrijpt wat ik bedoel. Als ik nou gewoon mijn auto in elkaar rijd. Ik weet niet of het aan mij ligt hoor, maar ik begreep het niet. Nee, anders. Het ligt niet aan jou, dan laten we het daarop houden. Verder wil ik het niet meer over uitweiden, maar... Ja, ik weet genoeg. Ik ook. Jullie zijn echt Don't fuck it up now, Mr. Rob. Don't fuck it up now, Mr. Rob. Wacht, Rob, kan jij beschrijven wat er net is gebeurd? Nou kijk, we waren bij de Jumbo en Matt die belt ons. Ja, ik sta voor je deur. Een kwartiertje. Kwartier 20 minuten geleden. Oké, ik sta voor mijn deur, prima. Maar mijn ouders zijn gewoon thuis, maar hij durft gewoon niet naar binnen terwijl hij mijn ouders goed kent. Ik ga wel die koffers gewoon naar binnen nemen, man. Hey, duimpje omhoog. Ja, die heb je al ben je nou binnen blijven zitten? Yo, ik ben echt 5 minuten. Nee, echt heel lang. Geleden, je belde mij net om te zeggen dat je er was. Ik heb autisme. Ja, hij geeft het toe. Hij geeft het toe. Dat is de tweede naar Mark. Nee! Het probleem is, ik heb lekkere lasagne gekocht. Hashtag spon. En je ziet het. Jumbo. En de oven duurt 25 minuten. Maar dat duurt mij te lang. Maar in de oven kan ik lekker met een pakje voorzichtig met hem. Dat is erg fijn. Oh, pas op, maar in de magnetron duurt maar 8-9 minuten. Maar dit ding kan niet in de magnetron. Dus kan je het er helemaal uitlepelen. Maar ja, dan is heel je lasagne verpest. Je gast, ik kan hem gewoon eruit halen hoor. Ja, hij wil de onderkant afsnijden zodat het eruit valt. Wel slim eigenlijk. Lekker model. Oh, dankjewel. Ik zal eens denken hoe ik ervan ben. Wat lach je nou? Het gaat beter dan gepland. Maar nu kan je al toch al één kant zo openvouwen? Ja, nu kun je hem openvouwen. Cool. Nee, hey, laat hem doorgaan. Laat hem nou even doen. Ga hem eens naar beneden snijden. Dadelijk zit je hierboven, kom je dadelijk uit. Hè? Dat weet je. Waarom ga je die... Je gaat steeds naar boven. Hij is nu al over. Godverdamme. Het ziet er echt uit alsof je een keizer snijdt. Weet je hoe een keizer eruit ziet? Nee, maar zo stel ik het me voor. Ik wil iets, even iets vertellen. Ik wil even dit kinderen duidelijk maken. Als er een keizersnee is, dan komt er geen lasagne uit, maar kinder. Maar kinder. Geloof me, lasagne geeft veel minder problemen als het opgegroeid. Oh mijn god. Oh mijn god, ja! Jongens, ben ik een legende of ben ik een legende? Je hebt wel geknoeid, ga je dat even op? Ja, natuurlijk. Waar is de broer? Hier achter. Kan je dat doen? 1, 2, 3, nu!
Legend! Aangezien we natuurlijk hygiënisch zijn, gaan we eerst de handjes vast. Ja, dit boeit allemaal niet meer. Aan je haar afscheren. Voor elkaar vissen. Hallo dames en heren, het is moet over 4 uur moeten we op en deze jongens zijn echt super gay. Kijk die chaps al. Oh. Wil je dit nou in je video of niet? Als jij dit heel graag wil, dan stop ik het in mijn video. Doe alvast een duim. Kijk, ik ben er zelf niet bij, maar ik duw mijn koffer ook wel, zodat het dan lijkt alsof ik er... Oh, kut ze. Oh, goed, dat kan wel eng, hè. Koen! Koen is weg. We zijn gescheiden van Koen erop, wat vind je ervan? Ik vind het heel jammer. Maar het geeft het wel een gevoel van rust. Ja, heel wat is ver. Wat nou heel de reis zelf zeggen? Nee. Ja, nee, dat hebben we al gedaan in Parijs. Heel nieuw, hè. Te lijken, hè, jongens, 5000 lijst moeten halen. Pyreneeën. Hè? Pyreneeën. Pyreneeën? We zijn bij het huis. Er staat de Porsche. Maar er is nog niemand. Dus. Is hij gewoon allemaal weg? Zijn verhuurd een huis? Je weet het niet. Je weet het niet. Waarom staat hij anders een auto? Dikke Porsche op de oprijlaan. Je weet hoe we gaan. Moet ook gebeuren. Moet ook gebeuren. We zijn net bij het huisje geweest. Zoals jullie lazen mocht ik geen roomtour maken. Want het is Rob's video. Huisje. Heel veel kak. Heel veel poep op de grond. Heel veel kak. Ja, blijkt net een video van mij. Maar boodschappen doen. Leuk. Bier halen. Toch Rob? Duimpee. Waar zijn we eigenlijk? Volgens mij lopen we helemaal de verkeerde kant op. Nee, dan liep je hier ook niet. Het ziet er niet uit alsof dit heel erg bewoond is. We zijn boodschappen aan het doen. Maar de supermarkt is zeg maar best van een afstand van het huis af. Dus we moeten proberen dit karretje mee te krijgen naar het huis. En oh, die zijn heel erg mooi. Die kan je gewoon kopen. Ik denk dat ze hier best wel staan. Ja, ik denk dat ze hier best wel... Hoe duur zijn ze? Maatje 38, dat is ook nog jouw maat. 6 euro, dat is niks. Doe eens aan vodka en bakken. Wil je een schoenen challenge doen? Ja? Nee, vind jij wel? Vond je het FIFA? Je bent slecht. Nee joh, we moeten even het kraantje een beetje versmokken. Maar ja, dat wordt nog hele klus, want ja, het moet helemaal zo omhoog. En dat is gewoon lastig, ja. Ja, we gaan jullie meenemen op reis. Ja, kom mee. Road to ontvoeren van een winkelkarretje. Aflevering 1. We gaan een winkelkarretje ontvoeren, niemand hoort ons toch. We gaan een winkelkarretje meenemen. Meenemen. Oké, we zijn uit de winkel uitgegaan zonder te betalen. Oh mijn god. Belangrijk dat okay. Gaan rennen straks. Ja, dat we doen alsof we hier gewoon bij horen. Het is niet dat we hem jatten of zo, maar we brengen hem ook weer terug. Maar het is meer dat we gewoon eigenlijk geen zin hebben om dit, laat maar zeggen, zo met tassen zo 1 kilometer te vervoeren. Dus. Wat meer dan logisch is. Oh, ja. Die kinderwagen staat ook weer godsmoeilijk in de weg. Oké, hij is nu hier. En ja, dan moeten we een soort van zo en moeten we daar op zien te komen. Maar ja, hoe de fuck weer in een kaartje zo verplaatsen, dat kan niet. Dus ja, dit gaat helemaal fout. Guy die wat wil die nou? Ja, nee, kijk, hij heeft benzine nodig, maar hij heeft geen geld. En wij hebben wel geld, zoals hier, kijk, we kopen bij de Lidl, wij hebben echt geld. Maar kijk, dus hij kan wel onze boodschap thuis brengen en dan betalen wij zijn benzine. Dat is toch lief? Dat is toch lief, maar jullie gaan met hem in de auto? Nee, we gaan allemaal naar nee ik durf niet met hem. We gaan niet met hem in de auto. We moeten gewoon allemaal met de auto, nee, dan kunnen we het dus over meten. Jij zegt heel vrolijk, ja is goed. Nee, maar dan kunnen we even... Ik ken die gast helemaal niet. Je gaat er niet meer mensen die niet kennen de auto stappen, vieze pedo. Nee, dat is fucking smooth. Ja, juist als je dan met z'n vieren gaat. Maar een ijsblokje smelten, nee, mijn ijsblokje smelten. We worden alone. Ah, lang verhaal, boeit hem geen tering. Wel, de kijkers boeit het heel veel. Oké, nou, hij benzine nodig, want hij was een docent, Engels hier. Kijk, hij is een Engelsman. Of ergens, hij kwam in ieder geval niet uit Nederland. Fijn dat ik naast sta, heel fijn. Hij kwam of niet uit Spanje, dus hij is zeg maar net zoals wij hebben. Hij had een limiet van 300 euro per dag mocht je maar pinnen. Dus hij had vandaag al 300 euro gepind, maar zijn tank was leeg en hij moest nog door naar een of andere stad. Dus nu moest hij benzine hebben, maar hij had geen geld meer. Dus hij had 15 euro. Dus we hebben heel veel karma punten nu. Ja, plus hij heeft al onze boodschappen. Wij hebben alle boodschappen al ingeruimd. Mogen we even bedanken voor... Echt serieus? We hebben geen brood, dus we hebben eitjes. Maar we hebben wel, even leuk, 34 soorten yoghurt. Ja,
Dus daar heb jij deze. Willen jullie nog wat zeggen voordat ik de vlog afsluit? Ja, ik heb maar een stukje edit. Ik edit al onze video's. Rob edit al mijn video's. Hashtag exposed. Jij wordt ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga proberen nog wat te maken. En dat is niet eens zozeer omdat ik denk dat jullie ze leuk vinden. Dat hoop ik tenminste. Maar gewoon omdat ik ze zelf wel leuk vind om te maken nogmaals. Het is gewoon een soort van vakantievideo. Morgen, of tenminste dat is dan nu al. Maar jullie zien het vrijdag. Dus wij zijn nu in het vliegtuig onderweg terug naar Nederland. Voor een ander avontuur. We moeten 24 uur terug naar Nederland. Heel bedankt voor het kijken. Een duimpje achterlaten mag je helemaal zelf weten deze keer. Er komen ook gewoon FIFA video's aan. Zie dit als een extra video. En ik hoop dat je het leuk vond. Joejoe. Ik ga biertjes drinken.